Here's a little song I wrote. You might to sing it note for note, but don't worry, don't worry. Een hele goede morgen zonder zorgen. Wij zijn op de fiets, onderweg naar iets. Geen idee waar naartoe, maar dat boeit ons niks. Wij zijn onderweg richting Zandvoort. En we gaan lekker naar het strand. Het is nog een keer goed weer. Het is super lang geleden dat het goed weer is geweest. Gisteren zo lang in de auto. Dus dat betekent dat we vandaag volle bak gaan genieten. Ik ben op mijn nieuwe fiets. Dit prachtig chromé stuur is het stuur van een originele Philips. Gemaakt in Engeland. Check dit. Het originele logo staat hier nog op van voor. En dit is echt een heel mooi ding. De fietspomp hangt er nog aan. Ik ga misschien binnenkort met een beetje staalwol een productje alle roestvlekken eraf halen en deze fiets een keer helemaal opblinken. Ik denk dat dat wel een leuk projectje wordt. Wij zijn hier heerlijk aan het fietsen in de natuur en ik zie jullie later. Joe! Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. Wow, mijn droomauto. Make it double. Don't worry. Don't worry. Oh, jij dan maar. Oh, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed, but don't worry, shit happens. Be happy. Don't worry, be happy. Landlords say your rent is late. He may have to ligotate, but don't worry. Be happy. Be happy. Thank you very much. Don't worry, be happy. Ooh, 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 ooh. Don't worry. Ooh, be happy. Lach doch mal. Don't worry, be happy. Ja, genauso. Ooh, 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 ooh. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no girl who make you smile. But don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. When you're where your face will from and bring everybody down. Don't worry. Lass das nicht gebühren. Hi. Hi. Be happy. Don't worry, be happy. Ooh, 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 ooh. I wish you good luck with your baby. Thank you. It's gonna get a little man. Don't worry. Belgium. 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 You? I'm already 10 years here in Zandvoort, but I'm actually from Germany. You from Germany? Yeah. Okay, but nice. I live here 10 years. Alright, nice. Yeah. Yeah, it's beautiful over here. We live in Haarlem. Yeah, I love Zandvoort. Yeah. Oh, you live in Haarlem? Haarlem, not yeah. In Belgium anymore? No. Okay. My girlfriend is from Haarlem. Okay. So. And you study still? What? No, no. No. No, no. Self-employers. We make videos, so. Okay. You make over YouTube. I make YouTube videos. Yeah, yes. I'm already 10 times or so on YouTube. Alright, nice. Yeah. And cool. I don't know how much more time. I don't even know because everybody put me under another name, you know. Ah, okay. Yeah. And how many years must some people. Wij zijn hier lekker aan het cruisen op de dijk van Zandvoorde. En check hoe mooi dat het hier is. Holy moly. Ik voel me hier echt
helemaal op vakantie. Ik ben daar niet gewoon, die typische Hollandse architectuur aan het strand. Dat is echt wel heel mooi. Check dit kraam hier. Legendarische kibbeling op het strand. Hollandse kan niet. Toch? Ja, dat is echt 300% Hollandse cultuur. Yo. Ik ben stoked. Wij gaan lekker genieten van de zon. Het is super goed weer. Ja, wow. Fietsen, nou. Oh, mogen we hier niet fietsen? Dat wist ik niet. Maar ik wil toch genieten van dit fantastische uitzicht. Yo. Oké, we moeten op de baan. We moeten blijkbaar op de baan fietsen. Mag je niet op de dijk fietsen? Nee, oké. Okay. Voor de wandelaars. Ah. Het was echt een Hollands moment. Die vrouw zei flikker op. Echt? Ja, joh. Gelukkig dat ik dat niet heb gehoord. Gelukkig dat ik dat niet heb gehoord. Flikker op. Flikker op. Before they allow to be free. How many times? Wij hebben daarnet, zoals echte toeristen, kibbelingen met frietjes gegeten. En we zijn naar de supermarkt geweest achter een lekker ijsje als toetje. Smakelijk. Smakelijk. Wij wouden eigenlijk zo de Solero yoghurt ice cream, maar die is er niet. En we hebben de Luca Like genomen. Is hij lekker? De buitenkant is wel lekker. Ja? Hopelijk de binnenkant ook, want ja. Bij die Solero... Dit is zo echt yoghurt. Ik ga hem unboxen voor jullie. Hoppa. Wow. Oei, ik heb iets te hard geduwd, denk ik. Oh shit, die is super goed. Ja? Can a man turn his head? Pretending he just doesn't see. We zijn ondertussen gewisseld van fiets. Ik heb echt wel rugpijn gekregen. Dat zadel zakt helemaal in, dus daar moeten we een keer naar kijken. En die fiets is veel kleiner dan verwacht. Op het begin reed dat allemaal goed, maar ik ben dan een paar keer met mijn voeten tegen de grond gebotst, gewoon tijdens het fietsen. En volgens mij is die fiets gemaakt voor kleinere mensen. Het stuur zit ook super dicht bij de knieën. Check hoe dicht dat bij Shirley haar knieën zit. Holy moly. Die fiets is echt klein, hè? Ja, het is echt veel te klein. Holy shit. Hij is super mooi, maar schijnbedreigd en hij is veel te klein. Misschien ga ik hem opknappen en verkopen. Maar volgens mij is dat echt een collectors item. En dat is een verzamelmodel, sowieso. Een echte Philips. Ik weet niet uit welk jaar, maar alles is nog mooi inox. Het blinkt. Het is een super mooie fiets, maar veel te klein. Dus ja, we gaan nog zien. Wat gaan we ermee gaan doen? Yo! The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is lekkere poffertjes met fruit aan het maken. Lekker. Lijpen heeft weer veel te veel honger. Jij krijgt straks eten. Sowieso. Elke keer dat je naar de keuken loopt, dan is het prijs. Dan denkt... Lijpen dat we haar eten gaan geven. Ze stopt niet. De kendama's dan nu hier vooraan staan, zijn verkocht. Deze is verkocht, holy moly. Wie dat deze heeft verkocht, die gaat echt super stoked zijn. Want deze shape vind ik de beste shape tot nu toe ooit gemaakt. Die roze is juist hetzelfde. Dat zijn de Barton Pro model. En ja, die zijn echt niet normaal. Deze is... Een Barton Pro model. De shape is met een smallere punt. Ze zien er ook allemaal super vet uit, want dat is een hele vette kunstenaar. Holy moly. Allemaal super vette designs. En het zit hem ook in de afwerking. Check hier op de kendama al die graveringen. Dit is heel vet. En met de UFO is het echt next level. Overal van die vette graveringen. En die staan ook op de verpakking. Al die speciale tekens. Heel nice. Deze is ook verkocht, de Krom Pop. Deze heb ik eigenlijk nog niet online gezet, maar ik ga hem online zetten, want die staat hier en die staat niet op de webshop. Dus ja, we hebben nog een roze pop, we hebben nog de Bonzatron Limited Edition. Die hebben we ook nog. Dat is dezelfde dan dat ik heb, deze, maar dan in een ander soort hout.
Heel nice. En die Straga is er ook nog. En de best verkochte kendama, de Trio Color, is er ook nog. Heel vet. Dus ja, dat wil zeggen dat er binnenkort terug een nieuwe doos kendama's afkomt. Want we hebben er nu nog maar 3. En ik kan wel inbeelden dat niet iedereen geïnteresseerd is in een roze pop. En ja, we moeten een beetje variatie verkopen. Dus ja, binnenkort een nieuwe doos. Ik ga die doos nu bestellen. Ik heb er echt zin in. Sowieso terug. Bart en Kendamas. Laat weten in de comments welke dat jullie het vetst vinden. Ik ga waarschijnlijk nog zoveel mogelijk van die limited edition pop Kendamas proberen bestellen. Want die zijn limited. En het is niet altijd even makkelijk om daar aan te raken. Het woord zegt het zelf, limited. Dus ja, als ik er 4 of 5 van elk bestel, dan heb ik ze misschien nog voor eventjes. En dat zou super cool zijn. Die kunnen elk moment verdwijnen. Dus ja, hoppakee. Ik ga die inpakken. Super stoked. Shout-out naar iedereen om mij te supporten, om een kendama te kopen. Als je echt fun wilt hebben, als je je nooit wil vervelen, koop een fucking kendama. Koop een kendama. Ik zeg het je. Als ik me eventjes verveel, ook al is het maar 2 seconden, ik zit hier gewoon een beetje, hop, gewoon zo te doen, hop, je bent nooit verveeld. Super stoked. The answer is blowing in the wind. Shirley, die ligt te slapen. Ik ben klaar met al mijn werk. En ik ga nu, denk ik, iets lekkers maken voor te eten. En als zij wakker worden, dan staat er eten klaar. Hoe nice is dat niet? Hey, je hebt ook zin in lekker eten, hè? Oei, 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 oei. Deze camera is echt kapot. Dit ding valt er de hele tijd af. En dan ziet mijn camera, of ja, mijn lens, er ongeveer zo uit. Kunnen jullie dat zien? Ja, jullie kunnen het niet zien. Maar in ieder geval, er zit dan zo'n gat in mijn lens en ik zie zo de binnenkant. Deze lens is heel dringend aan vervanging toe, maar er is een nieuwe lens op komst. Dus ja, super vet. Hey, ja, ja. Kijk eens aan. Lekker. Lekker. Welke wil jij? Wil jij deze? Of wil jij deze? Welke wil jij? Toon het een keer. Welke zou je het liefst willen? Die van de Lidl. Deze lust ze super graag. Of ja, nee, deze. En deze lust ze eigenlijk gewoon niet. Maar Boep lust deze wel. En deze ook. Dus ja, in het vervolg ga ik alleen maar nog deze kopen. Hoppakee. Let's go. Hier heb ik zoveel honger. Kom maar. Before they allow to be free. Nice, ik heb een lekker eten gemaakt. Shirley is wakker. Wat ze niet weet is dat ik haar gefilmd heb tijdens dat ze aan het slapen was. Ja. Ik heb super gezond eten gemaakt, mega lekker. En er zit ook nog een lekker burgertje. Oei, waar is die burger? Verdwenen. Hier. Er zit hier nog een lekker burgertje onder de rijst. Dus wij gaan hier super hard van genieten. Er zitten kruiden van de tuin in. Allemaal lekkere en gezonde shit. Smakelijk. Ik heb er zin in, dankjewel. En eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Doesn't see. Ondertussen is het weer avond en tijd om de video af te sluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Het was vandaag een super zalig dagje. Helemaal op het gemak. Peace out, tot morgen om 5 uur. Ciao, ciao. Yo. Ciao.